ik ben Mark Smits, 23 jaar. Ik kom uit Herkenbos. In mijn vrije tijd doe ik veel vrijwilligerswerk, onder andere bij Jong Nederland Herkenbos, bij SVA 39, de voetbalclub in Herkenbos. Ik ben werkzaam bij Cox & Co, bij Café De Eer bij het Outlet. Dat is een horecagelegenheid, met een klein beetje horeca zit toch wel een beetje in mij. Vandaag bij Koken met Ton. In de keuken zelf heb ik weinig ervaring en mij lijkt het leuk om eens ook daar een kiekje te nemen. Ja, dit is weer het programma Koken met Ton, van te populair en weinig bij gestoord. Mark, ja. Mark, wat is er zo? Ja, ik werk bij Cox & Co, bij Café De Eer op het Outlet. En ja, voor de rest... Dus dat is eigenlijk al kokkerellen en zo allemaal? Ja, kokkerellen niet eigenlijk. Ik sta niet in de keuken, maar we hebben wel belikte broodjes. Ja, en die maak ik dan wel zelf. Dus met de kump, ik heb uitjes op en ik heb zalm, maar wat kan je klaar is. Maar en Toes, is er daar niks? Nee, Toes laat ik dat mij zo lekker aan mama over. Die kent het veel beter. Dan ben je nog te gelukkig geweest wat mijn mama is? Nog gelukkiger nog. We gaan eens kijken wat Bartje voor dingen petten weer. Doe ik even de scholk om je vastmaken, je kunt ze zelf, hè, want anders weer alle vriendinnen van mij boos. Dan denken ze allemaal dat ik op de verkeerde kant zit van het paard, maar dat is niet zo. Ja, maar kom, we gaan eens kijken wat Bartje van dingen petten weet. De bel is er op die Bartje, goedemorgen. Tony, goedemorgen. Wat heb ze voor ze petten, jongen? Ik heb de markt metgebracht, goed. Herkenbos, dat was ja. Ja. Zolieden ze het weet. Ik ken hem nog ergens van een of andere race, verre race waar je bent geweest, maar dat heeft er nu niks mee te maken. Ja, ik ken hem ook van een race. Ook van een race, wat is dat toevallig dezelfde? Hij was niet zo prominent in beeld dat hij zei van de hit zich misdragen door verhaal. Nee, dat heeft zich heel goed gedragen. Ja, okay. Alleen die Spaanse meisjes allemaal maar meer, dat was toch wel een beetje verrokken. Oké. Okay. Hier zeg ik dat niet. Oké, dan gaan we toch gaan doen. Wat gaan we doen? We hadden de broodjes salade. Ik blijf toch binnen zijn ding is, we gaan een salade met lekkere kip maken, maar daarbij een knoflookdressing. Dat is schet voor de geur, TV van TV11. Kom, ja, lekker. Doen, kom. Zo Mark, het handdoekje is van mij en de kraan van jou. Oh, ja, dat denk ik ook wel een lans. Ja, dat is even wachten, jou. Dat zeker. Dus mij nu ook zijn Aafbrugge toch nog? Nee, Aafbrugge toch niet meer. Dan kreeg je alleen de handdoek aan. De handdoek in het wegwerpsysteem. Maar ik kan me allemaal zeggen, een handdoek hebben hangen die gerecycled. Hè, jongen, deze team van zuinigheid met milieu en weet ik veel. Nou, de handjes zijn schoon. Zijn de handjes schoon? Dan neem je deze kant plaats hier. Ja. En dan geef Bart de goede wat we gaan doen. Nou, we gaan het salade maken, dus we hebben nu een sla. Ja. We hebben een dressing. Die dressing die maken we van olie, dan kun je mosterd bij, in dit geval koffiemelk, knoflook, heel klein beetje bouillonpoeier, azijn, peper en zout. Ja. Dan maken we dadelijk een dressing van. Dan maken we daarbij maken we van het brood gaan we gaat croutons bakken. Dat we ook mooie krokante croutons bovenop de salade doen. Dan hebben we het kipfilet. De gewoon weer hele dunne plakken en die bakken we heel even om en om in de pan. En voor te garneren heb ik het rucola, het cherry tomaatjes, in dit geval zijn die al gepisseerd, dus het velken afgerold. Het kapperappeltjes en het parmezaanse kees. Daar gaan we salade van maken. Lijkt me lekker. Lekker, lekker, lekker en dat is goed voor het lijn. Als ik het goed. Ja, dat is het eigenlijk niet. Ja. Maar. Nee, dat is het lekker strak, hè? Dat is ja, wel lekker. Dat is wel dat is wat ik geknip, Bartje, ik zal zeggen, laat eens gewoon in de slaag gewoon. Want goed. Ik krijg honger als ik het er al aan denk. Zo, wat we kunnen doen, of als is, de kipfilet even nakijken, dat zijn geen rare dingen. Dan worden er in ieder geval al plekjes van sneeuw. Eigenlijk, het, wat er niet zo mooi aan is, dat is niet zo braaf. In dit geval dat vet. En hier zit vaak nog zo'n peesje. Snijd ze dan ook weg. Dan heb je dat haasje. Moest je er eigenlijk zo vanaf snijden. Hier ook weer net dat de vuil eruit komt, dat snijden we eraf. Er zijn wel veel klummokjes in, hè? In zo'n kip verleken. Vind je? Ja, ik zeg het. Voor de rest is het eigenlijk goed. Ja, dat was goed. Vind je nou echt dat heb ik me weer vergist.
Kent ze dat spul ook eraan laten zetten? Of ja, dat kan ze er ook eraan laten zetten, maar de zuurs, ja, kijk, zo'n kipfiletje, dat is toch allemaal snel gefileerd. Mm-hmm. En dat wordt van het borst, borst bijna afgesneden. Hier en daar kunnen er nog wel eens gaat knoers aan zitten. Dus zoals altijd. Maar dat breukt ze wel af. Jazeker, dat is niet lekker. Dat is niet lekker, hè? Nee. En we willen vandaag geen lekkers maken. Juist. Dan nou, we wel, zien we daar eigenlijk reepje van, of plekjes. Ook ze zo dunne plekjes neermaken. Niet te dik. Dat kinderwalen. Maar dan is dat ook in het dagelijks werk, nee? Nee, zo dit bereiden dat doe ik niet in mijn dagelijks werk. Dus, maar als ik een lekker broodje wil hebben, dan kan ik wel bij dicht terecht. Hè? Dan kan ze wel bij ons terecht, ja, bij dat café. Dat is zeker waar. Moest het ook wel in Chinees spreken dan? Nee, Chinees gelukkig niet. Maar wel af en toe Chinees mensen als ze met hang en voet dit moet gaan redden. Maar ja, de basistalen zijn toch wel Engels, Nederlands, vooral Duits. En af en toe met hij en een beetje Frans aan. Dan kunt ze toch wel. Zo'n Chinezen eten die dat broodje dan niet met stekjes? Nee, die doen dat gewoon met lepel. Oh. En met mes en vork. Oké. Okay. Die eten wel veel soep, moet ik zeggen, die Chinezen. Ja, dat is goed zo. Kijk eens aan. Nou, dat kunnen we straks helemaal op het einde over dat. Ja, want dat weten we niet hoe we hebben. We zijn geen Japanners. Nee, we zijn geen Japanners. Croutons. Daar snijden we lange banen van. Een beetje heel erg precies. Hè? Mm. Ik zou ze alleen gaat grover haaien. Wel dikker. Ja? Ik zal niet meer verder snijden, want anders heb ik daar weer alles gedaan. Dobbelsteentjes maken. Kreeg ze weer druiven. Maar wie zag ze hier wat dat? Dobbelsteentjes maken. Ja, er zitten dobbelsteentjes. Of wat ze dat noemen? Croutons. Croutons. Die dingen meer aan karton. Karton, ja. Nee, wel die vingers gevaarlijk. Hebben ze niet dat daar zo geleerd? Heb ik mezelf. Oh ja, die moest een beetje krom zitten. Dat zo? Is ja. Maar dat paard doet het heel slim. Ja, maar ja. Ik ga nog niet vroeg dat mensen dat allemaal zo moeten kennen. Doe nee, dat wil ik al met ze doen. Misschien dan nog maar een. Nog een. Zou ze dat probleem had ik ook niet die taart door misschien? Zou ze dat kunnen allemaal in dat lekker thuis en wacht en ze dat allemaal op? Kan nog niet dat ze de feeling daar gelijk voor hebben. Dan zou het zo'n natuurtalent zijn. Hè? Dat is bedicht toch wel erg veel gevoel. Wie weet een roodje net zo. Ja. Is dat ook niet een beetje niet willen? Ik denk het wel. Ik denk als ze het meer enthousiast zou zijn over bepaalde dingen, zou ze die beter doen. Nee, ik wil gewoon tegenwerken, ik doe het niet. Stel, ik wil me het aan de hele tijd doen. Zat, dat kunnen we dadelijk bakken. Tussen. Dit kunnen wat wordt ze voor gemaakt? Nee, ja, tot zover is het nog helemaal duidelijk. Hè? Nou, want, nog wel. Het is nog ingewikkeld. Nee, dit gaan we nu even in een olie en een pan. Mooie kleuren. Nou, die pan die heb ik er al gaat langer op staan, dus het voordeel is dat zo heet is. Dus zo, ik doe er best wel geen olie in. Dan mogen ze even die plank pakken met de croutons. Dan moet ik weer de hele plank met. En dan zal ze ook zien dat jij dat free haal noemen, Mark. Dus je moest wel... kijk, niet dat het te veel is. Zou zomaar kennen, maar... Het gaat wel heel erg... Het zit heel makkelijk goed om die pan zo om te gooien, maar als die olie op de plaat komt, krijg je een vlammende pan. Hè? Mm-hmm. Dus je moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Oh, dat is een vlammende pan, de deksel erop. Ja, nee, maar ik bedoel, dan kan echt de plaat flink vlammen. Oké. Okay. In dit geval omdat het de plaat is. Hè? Dus pak je gewoon even hoe ze een beetje met omkind zijn. En beroemde pincet. Ja, beroemd is dan nog niet. Jawel, die koopprogramma van ons wel. Ja. Ik vind dat wel een roem boven. De olie wordt ook binnen helemaal opgezogen door die croutons. Hè? Ja. En er mocht best wel wat smaak aan. In dit geval mocht er wat zout op. Dat die ook een beetje bite hebben. Dan mochten ze zich eigenlijk in beweging haaien. Tot ze mooi krokant en goud geel zijn. Wel, vind je jongen die dingen? Om dat te gooien met de beweging met de pannen. Jazeker. Ja, dat is wel goed. Gewoon een kind het waren, als ik het zo bekijk. Ja, dan gaat er alleen naar de ruilen. Die kinderen, die heeft die ook wel vaker, die pannen. Ja.
En dat was helemaal niks, hè, joh. En hoe is het gedaan? Kijk maar. Ik zeg toch niks? Ik denk alleen maar, soms moest ik niks zeggen. Kijk, als ze meer in de hoek, dan is dat makkelijker om ze om te gooien. Dus eigenlijk als het ware naar de hoek en dan naar dicht toe trekken. Oké. Okay. Dikje had makkelijk, maar is het niet. Is het niet, nee. Dat had ik al gedacht dat het niet makkelijk was. Het is ook de reden waarom ze mij niet aan de pan is, joh. Ja, zeker. Oh. Nee, daar heb ik niks meer over. Nee, dat zit heel hel, hè. Ik bedoel, dat is slik zwart. Oh, door hem had ik er ook gaat meer laten snijden. Ik denk, ja, kan altijd gaat gebeuren, dat is wel. Ja, die zus is er best wel vooruit denken. Jazeker, dat leert ze vanzelf als ze zo vaak met tegen een programma zit. Oh, dan ben ik toch weer ongesteerd met haar nu. Hé, maar dat is een erg slecht beeld van een gebeton. Ja, hè? Dat vult me toch wel op. Ik denk dat het zichzelf heeft gecreëerd, of nee? Nou, ik heb het weer mee. Ik doe niet best hier van dingen. Ik doe alles wat ze maar wil. Doe wel ze alleen niet sloten doen. Dan zegt ze tegen mij: Tom, ik ben de chef-kok. Zo hoort dat ook. Ik ben de spreker. Ja, en dit is de gast tegen het kookje. Dus alles klopt. Door de maat van euren, laat ik tegen je staan. Dan komen ze dadelijk nog de kip inbakken. Maar dit mag gewoon rustig aan. Eigenlijk krokant weren. Het hoeft niet heel hel te gaan. Zo is al kleur, hè, dat al. Ja, dus... Je moet dat regelmatig een beetje in de gaten haaien. Ja. Als we proberen elkaar af te leggen. Ja, dat best geworden. Dan gingen we de dressing maken. Ja. Wat we voor dressing nodig hebben, is eigenlijk een beetje warm water. Klein beetje maar. Dat mocht gewoon uit de kraan. Want dat doen we de bouillon in oplossen. Het is geen dressing wat we normaal maken met azijn en olie en weet ik wat. Dus er zit wel azijn en olie in, maar het hoofdbestanddeel van deze dressing is eigenlijk koffieroom. Aha. Ja, want azijn en olie was 3-1, hè? Eén deel azijn, drie delen olie. Ja, zo. Ja, het is goed aan het eind dan. Nou, nee, maar dat is voor de kiekers, dat is interessant om te weten dat ze deze dressing niet zullen willen maken. Ja, ik heb nu ongeveer 1 deciliter water en dan doe ik bouillonpoeier bij. Bouillonpoeier, ja, moest even goed kijken, niet te veel. Kunnen ze het dan niet meer goed doen, hè? Nee, ik kan het beter ietsje minder doen. En dan sorry, ja. Kun je altijd het erbij doen? Ja, zeker. Normaal pakken we een bekken, dus gewoon in de komp. Mm-hmm. Maar in dit geval gaan we een dressing maken met knoflook. En omdat we dat gaan doen met een staafmixer, pak ik bewust een smalere bak en een hogere bak. Dat ze makkelijk met een staafmixer erin kunt. Ja. Zouden ze dat hierin doen, dan spettert het zich toch alle keien op. Dus we hebben een beetje knoflook. Dan mogen ze even een plekje snijden. Oei. En dan mocht er eigenlijk nog olijnen bij. Gewoon zo? Ja, gewoon een dunne plekjes allemaal. Oh, pak ik mijn grote mes. Kijk zo. Kijk zo door de vingers, hè. En dan gewoon plekjes neer. En dat mocht hierin. Och, dat is een kippetje, Mark. Kippetje eetje, hè. Eetje, kippetje. Oh, eetje, kippetje. Kijk, ik doe er ook af en toe nog een beetje husselen, hè. Ja, ik vond het niet dat we dat vergeten. Nee. Ga je alles in de gaten, dan weet ze dat niet pak. Oh, ik eet goed. Ja, dat is goed. Het wordt toch ook met de staafmixer fijn gemaakt. Ja? Ja, het ging net goed met te doen. En heeft het wel goed gedaan, maar die heb je ook gebloed zijn bloedje. Ja, we hebben een paar keer pleisters uitgedeeld, toch? Ja, en dat waren ervaren mensen in de keuken. Ja. Nou, er komt een beetje azijn bij. Echt, azijn hoeft maar een klein scheutje. Heb je gezien, hè? Ja, scheutje. Scheut, ja. Als je dat hebt gezegd, moet je het even schutten. Ja. Zussen. Dan heb ik koffieroom. Dit is, heel even spieken, 1,5 deciliter. Komt er zoveel in? Ik doe eerst een beetje erin. Ik heb het nog altijd. Oh, een beetje, dat is dan heerlijk al. Nou, dan mocht ze dit met de staafmixer even vinden. Oh, dan gewoon ik even. Dat is voor geweld, hè? Ja, dat is voor geweld. Kunnen ze hem ook minder snel zetten, misschien? En dan kunnen ze hem nog altijd opveuren. En dit is de aanhoudknop. Ja. Oh.
dat vullen we met z'n oh, hier zie je. Nou, het moet eigenlijk zo lang moeten we doen dat in ieder geval de knoflook niet meer zuur is. Niet meer zuur is in een grote stukjes. Waarom is dit een klassieke saus? Nee, dit is eigenlijk een beetje mosterd. Ongeveer een theelepel. Dan heb ik een heel klein beetje normale azijn. Daar hadden we dat al erbij, maar het moet wel een licht zure smaak hebben. En dan gaan we nu de rest van de olie. Dus 1 deciliter olie. En dan is dat eigenlijk over het mengen. Met 4-3 deciliter gewonnen. Kijk eens, we geven er een beetje tempo aan. Het is nu net 3 kilo daar in de eerste bocht. Snel aan de wereld, ja. Perfect. Perfect? Nou. Is toch niet. Kijk. En daar in één keer. Daar in één keer. Het talent, hoor. Daar halen we eraan. Komt dat straks? Eigenlijk. De dressing. Normaal gesproken, als je een salade maakt. En in dit geval een salade met kip of wat dan ook. Dan kun je het beste een stevige slaasoort gebruiken. Je hebt ijsbergsla of wat dan ook. En dat doe je echt gewoon ruim aanmaken met de dressing. Goed tot erheen rollen. En de moet er goed naast zijn en dan in het bord. En dan doen we eigenlijk de gebakken kip. En de croutons eroverheen. En dan kun je het verder afgeneren. Ja. En dan best wel eigenlijk een opklok. Dat ruikt wel echt de knoflook. Ja, dat is ook echt wel de bedoeling dat... Peper en zout zou je nog erbij kunnen doen, maar dat is eigenlijk nog smaak. Het moet fris zijn, de proeft wel de knoflook. Maar dat is juist lekker daarbij. Ja. Nou, dan gaan we eigenlijk... De croutons hebben we, de dressing hebben we. De kipjes bakken, hè. Ja, dan kunnen we eigenlijk de kippen bakken, hè. Ja, maar ik heb met de kipjes aan, want de vuurtjes zijn onderaf. En dan gaan ze alleen niet aangelopen. Nou, dan doe ik gewoon een beetje boter in de pan. In dit geval vloeibare boter, maar het mag ook gewoon normale boter zijn. Hè? Dan liksen ze eigenlijk in de pan, maar de zuur is dun gesneden, dus het heeft niet heel lang nodig. Ik heb net die twee haasjes, die zijn net wat groter. En dan moet ze dat peper en zouten in de pan. Peper en zout, die ga je ton nu pakken. Dan heeft hij man toch eens een keer het nuttigs gedaan. Ja, dat... Maar de zuur is toen zelf wel, hè. Ja, en hoe zie je ze met 6 zijn bezig, dus dan moet ik je even ja, maar ik vind het ook knap dat ze dat helemaal uit zichzelf thuis. Dat is een goed mens. Doe, ik begin me geen mens te geven, hè. Nee. Ik kreeg er geen teen. Gewoon aan het rijden. Ja, gewoon rijden. En de schnaps, dat hoeft niet heel lang. Want eigenlijk ook met kip, en dat geldt eigenlijk met alle vlees, als ze dat echt zo bakst dat het echt net op het punt gaar is, dan is er eigenlijk het maal staan. Dat is fantastisch. Dat is genoeg peper. Ja. Nou, nu gaan we hem langzaam omdraaien. En dan mocht ik wel heel even terug naar het midden van de plaat. Dus even een vierkje hoog draaien, dat mag ook. Want het moet ook wel een kleurtje krijgen. Dat is eigenlijk de bedoeling ervan, denk ik. Ja, dat hoeft nog niet zo heel direct, maar... Nou, dan hebben we de andere kant hadden we erop gedaan. Dan gaan we in deze kant nog een keer. Hop! Dan laten we het heel lang doorgaan. Langzaam doorgaan. Niet te lang, hè? Nee. Nou ja, wat we nu in de tussentijd, kunnen ze weer andere dingen doen. Dus dan gaan we de sla aanmaken. Oh, ja. En tegen de tijd dat we het bord eigenlijk klaar hebben, dan kunnen we alles afmaken. Het zijn wel aardige borden, hè? Ja, nou, een mooie salade, maar ook een mooi bord, hè? Dat vind ik ook. Ik vind die borden wel gehubben, dat heb ik ook in het begin ook even beschrokken, maar...
toch zou dat goed doen, dat is het toch maar thuis. Kijk, de dressing doen we even hier aan. Is nog makkelijker, hè? Kunnen ze dadelijk doen. Het is ook een dikker geworden, de dressing. Ja, die heeft toch wel een bepaalde binding, maar dat komt natuurlijk ook door de olie. Kijk, ik doe nu even dat overtolken. En in de kom, want ik zei ook straks, goed aanmaken, die sla. Het is sla, maar er zit ook veel log in, dus dat zak ook wel aan elkaar. Dan gaan we dit gewoon lekker aanmaken met de dressing. En als ze dat echt, dan kunnen ze het ook met een zoomspaan even doorheen rollen. Dan hoeft ze niet door hele vieze vingers voor te krijgen. En dat ze hem eigenlijk kunnen mengen, maar dit is ze ook. Echt op het moment dat alles binnen klaar is, hè? Ja. Ja, want anders dan zit het te lang. Ja, met de sla zo... Ja, dat wordt heel slap, hè. De sla wordt eigenlijk door een dressing wordt dat alleen maar slap. Dus, en dat moeten we niet hebben. Nee. Dus nu, als je dat even mengt, blijft dat nog mooi luchtig. Ja, dan moet ik best wel even de dressing aanzetten, hè. Dat maakt alleen maar lekker. In dit geval is het voor twee salades. Kunnen ze hem ook zo groot maken als ze zelf wel. Ja. Nou, dan gaan we de kip pakken. De kip? Leuk kippie. De kip, die is nu namelijk goed. Ik wil hem nog heel even een keer omdraaien, dan zal die. En de vul zit daar in de kip wanneer de gaar is. Als er echt die spanning wat meer wordt, dan is de kip. Of het vlees leven. Oh, Olaf, wat ruikt het toch weer lekker, jong. Jongen, dit is niet te geloven. Nou, lekker van dit geval. Ik heb van de een haasje erop. En. Zijn onze stukken. Stoeps. Ja. Oeh, dat is wel een reden. Dat mag je doen, hè? Ja. Maar niet echt die dadelijk weer. Hè. Zo, Mark, dan kunnen ze die Chinezen nog eens verrassen met een slaatje, hè, joh. Ja, dit hebben we eigenlijk op het werk. Dat is genoeg, hè? Dat is genoeg. Ja, is dat genoeg? Ja. Oké. Okay. Nou, dan doen we het groepje op. Ja, dat is altijd lekker. En dan doen we er het geras met parmezaan op. Oeh. Want dat smaakt gewoon in combinatie met die dressing lekker. En dan wil het oog wil dan nog wel eens wat. Wil er een appeltje erop? Dan doen we er kappenappeltjes op. En dan hebben we nog een lekker sherry tomaatje voor de kleuren nog. Zeker leuk, het hoort erop, dat werkt altijd. Ja. Ja. Nou, en dan moeten we ook niet de croutons vergeten, maar die doen we eigenlijk op het allerlaatste. Dan doen we nog een heel klein beetje van de dressing. Kun je eroverheen sprenkelen. Hop. Croutonnetjes erop. Croutonnetjes erop. De croutonnetjes. En dan mogen ze de andere ook zo afmaken, Mark. Ja. Het geest erop, hè. Ja. Hop, de sneeuw erop. Sneeuw erop, ja. Zap. Och, jongens toch. Och, als die Chinezen dat krijgen, dan wil ik hem liever terugkomen. En dit kunnen ze ook met stekjes zetten. Hè? Dit kunnen ze ook met stekjes zetten, ja. Kijk, en dan, ik meen maar. Ja, dan gaat het croton erop. En dan zijn we alweer zoiet. Zijn we dan alweer zoiet, man? Ja, zeker. Dit kan ik weer met de hand pakken. Ja, zeker. Ja, gooi dan maar het erop. Is altijd goed voor het hart, hè. Zacht van het vrij. Zo, klaar. Nou. Zo, ik zou zeggen, zit ze op de teek, hou op de bel. En dan zien we zo wie het Bart. En wat drinken we erbij, jongen? Een glaas water, hè? Kijk, nu hoor ik nu kan ik je pas terug. Hou op de bel, hier. Zo, we gaan naar binnen toe, we gaan aan tafel. Zo, Mark, ze doen ze het schortje af, jongen. Ja, want het was toch even zweten. Ja, in de keuken is het warmer begin, man. Ja. En heb ze het bier geleerd vandaag? Ja, dat de kip snel gaar is als ze de pan maar goed warm hebt. En voor de rest de vingers goed haaien. Zal ze dit gerecht ook een keer maken als Toes een schoon slaatje maken voor die mam, dat ze die mam een keer verwint? Ja, op zich, ik ben wel altijd een slaaliefhebber aan de kip, vind ik ook altijd wel lekker. Dus, dan kunnen we het helemaal goed, dan komt er schoon in de toven gewoon voordat het te laat is. Ook een Bartje aan. Oh, pak maar. Voor wat eigenlijk een liedje gaan maken, lief. Daar komt Bartje aan. Daar Bartje aan. Waarom zei hij Bartje?
Maar je, ja, dat zeg ik Bart. Ik zeg toch niet Tony? Ja, voor u dan. Ja. Ik bedoel met Gert. Gert Fuck, ik heb echt wel. Allee. Tony. Dankjewel. Ik kan maar één ding zeggen, hoor. Preuvens. Ja, dat is preuven. Ja. Hoe zal ik met beginnen? Met de kip of met de slaai? Dat weet ik niet. Dan moest je van alles eigenlijk een bietje pakken. Hè? Even door zijn preuven, door zijn preuven. Daar kan ik niet een beeld van maken. Hè? Smaakt prima. Zult ze niet zeggen dat de koffiemelk was eerst? Hè? Nee. Dus toen vind je het eigenlijk wel een... Een 9,5, hè? Een 9,5 ook weer? Ja. Oh. Nou, dat noem ik toch nog het bier. Het is super heerlijk, als je dat wel, want ik ben er lekker van in smikkelen. Ik wil hier en de volgende keer met Mick en Bart samen lekker zitten te smikkelen. En vooral samen koken. Dan geef ik op die info@tvl.nl. En je zit hier de volgende keer met Bartje en mij. Merci en smakelijk eten. Eigenlijk moet ik ook zeggen bedankt voor het kijken. Ja. Eigenlijk ja. Wel. Zoals wij een aardappel zo'n onbeschoefde mens. Ja, maar zo'n lekker woord eten te veel, ik steed dan. Ja, dat moet ik beginnen. Ja, ja, dat vergeet ik wel even. Het is wel een beetje scherp, hoor. Ja, dat is een scherpe stukje. Ja, dat moet ook.